Wanneer de dijken breken, raakt Alicia haar vader kwijt en ziet ze hem verdrinken in het kolkende water. Wanneer de dijken breken, zal Paul nooit meer zijn kinderen in de ogen aan kunnen kijken. Wanneer de dijken breken, zal Julia nooit meer met dezelfde lach naar het leven kunnen kijken. Al jaar na jaar na jaar stijgt ons zeespiegel en neemt de kans op een verschrikkelijke overstroming toe. De ijskappen smelten sneller dan ooit tevoren. Onze wereld is ziek. Ziek van de CO2. De CO2 die wij uitstoten. Ziek van de mensen naar verschrikkelijke daden. Ziek van Shell. Het is al bijna te laat. Voor 2050 zal de aarde al 1,5 graad opwarmen. En als we niks doen, is de zeespiegel voor het eind van deze eeuw al met 5 meter gestegen. Het is een donker bos, maar lijkt licht te branden. Grote bedrijven zoals Shell lijken te willen verduurzamen. Maar het licht? Het licht is schijn, een masker, een leugen. Bedrijven als Shell weten al sinds minstens 1990 wat voor rampzalige gevolgen olieboring heeft op ons klimaat en leefomgeving. En ze deden niks. Ze zeiden niks. Sterker nog, ze lieten onderzoeken vernietigen in de hoop dat de waarheid nooit naar boven zou komen. Maar het is er niet gelukt. We weten nu allemaal welk pad onze aarde beloopt. Fossiele brandstoffen zijn een doodlopend pad, een heilloze weg. En juist een bedrijf als Shell moet verantwoordelijkheid nemen naar een duurzame toekomst. Maar nee, Shell doet niks. Ze investeren maar 5% van hun investeringen in hernieuwbare energie. Hun marketingbudget is nog groter dan hun hernieuwbare investeringsbudget. Ze geven meer om hun imago en hun investeerders dan om onze toekomst, mijn toekomst. De toekomst van uw kinderen. Het is dan ook Shell die samen met zijn partners heeft aangeleerd dat iedereen zijn eigen steentje moet bijdragen aan een betere wereld. Dit is bedrog. Tata Steel zet uit voor meer dan 1,7 miljoen Nederlanders samen. En Shell? Shell zet uit voor 65 miljoen Nederlanders. Zelfs op ons allergroenst kunnen wij niet compenseren wat zij met onze wereld doen. Maar Shell moet kiezen tussen mensenlevens of winst. En die keuze is nou eenmaal snel gemaakt. Als we zo doorgaan, zijn voor het eind van deze eeuw de helft van alle gletsjers gesmolten. Nu al leven 3 miljard mensen in een klimaatgevarenzone en moeten ze elke dag weer vrezen voor nieuwe overstroming of droogte. 28% van alle dieren wordt met uitsterven bedreigd. Onze wereld gaat onomkeerbaar veranderen als wij nu niks doen. En dus vraag ik aan u, maak een vuist tegen bedrijven als Shell, BP en ExxonMobil. En aan hun? En hun vraag ik om echt te investeren, om echt te innoveren, om echt oplossingen te verzinnen. Want alleen samen kunnen wij ons redden uit de hel van Shell.